Veel vluchtelingen beschikken over veerkracht en vitaliteit. En dat hebben ze nodig om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Er is de afgelopen 2 jaar heel hard gewerkt door VNG, GGD, VAROS aan het ondersteuningsprogramma Gezondheidsstatushouders. Zo gezond mogelijk meedoen is juist datgene waar VAROS en het kennisdelingsprogramma zich heel erg op gericht heeft de afgelopen 1,5 jaar. En dat moeten we blijven doen. بعد اسبوعين ان شاء الله راح بلش عمل بمدرسة خلدة او بلايدنج كموظفة ادارية. هلو الامال. We begrepen elkaar. In Afrika, als ik griep heb, direct. Ik zeg de dokter, waar je moet de prik doen. Hier of hier. Ik bepaal zelf. Maar hier, ga maar water drinken en paracetamol nemen. Komt goed. Om zorg te verlenen aan iemand die met andere culturele achtergrond is heel moeilijk. Het is belangrijk dat we hier aandacht aan besteden. Samen met gemeenten, professionals, vrijwilligers en allerlei andere betrokkenen. Er zijn binnen het kennisdelingsprogramma 80 sleutelpersonen opgeleid. Sleutelpersonen die zelf een vluchtachtergrond hebben en in land van herkomst meestal in de zorg hebben gewerkt. Die sleutelpersonen zijn echt heel belangrijk, maar dan moeten ze wel ergens een plekje krijgen. Dus neem ze op bij de GGD of bij een welzijnsinstelling of bij een gemeente, zodat het nieuwe statushouders straks weer een beroep op kunnen doen. Je ziet heel veel mensen met inderdaad al hun klachten, dat je aandacht besteedt aan die onderliggende factoren die een rol spelen en die bij vluchtelingen, net als bij veel andere mensen, veel vaker van sociale aard zijn. Mensen die geen werk hebben, hebben veel meer psychische problemen en daarmee samenhangend ook veel meer andere ernstige chronische ziektes zoals suikerziekte. Dat ik heel blij ben dat er zoveel animo is om statushouders in Nederland een goed begin te geven. Waar komen mensen nou vandaan? Wat is hun kennis? Wat is hun cultuur? En dat moet je gewoon leren en die kennis opdoen, zodat mensen ook onderdeel van onze samenleving kunnen worden. Ons voornemen is om toch echt te kijken, ook het komende half jaar nog, hoe we al dat werk kunnen borgen in het reguliere werk wat de GGD'en toch al doen. Want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn als dat de opbrengst van dit programma is. Ik werk als jeugdarts met asielzoekerskinderen en statushouderskinderen. Ja, en na vandaag ben ik nog meer gemotiveerd om sleutelpersonen ook binnen onze GGD in te zetten. Iedereen draagt een steentje bij. Jullie zijn allemaal die bouwstenen ook van dit integrale werken. Dat belichamen al de mensen hier die hier aanwezig zijn. En dat is ook de kracht. In je eentje ken je niks en met z'n allen kun je alles.